Mijn naam is Wieger de Leur en we zijn hier bij de Fungi Factory. De Fungi Factory probeert waarde te halen uit reststromen uit de stad. Dus we gebruiken koffie en we gebruiken bierbostel, ook van brouwerijen uit de stad. En we gebruiken zaagsel van een zagerij en wij proberen daar met onze schimmelvrienden wat van te maken. We gebruiken koffiedik omdat daar ook gewoon heel veel van is. Als wij de koffie hebben opgehaald, dan mixen we die samen met stro en water. Voor de zekerheid pasteuriseren we dat. Daarna wordt het samen met broed. Een broed is graan waar een schimmel doorheen gegroeid is. Scheppen we dat in zakken en dan laten we het een tijdje rusten. En dan na een week of twee heeft de schimmel zich helemaal een weg gebaand door die zakken. En dan snijden we die open. En dan duurt het nog een paar dagen voordat de paddenstoelen beginnen te groeien. En dan een paar dagen later kunnen we ze oogsten. Ze kweken koningsoesterzwammen, pruikzwam, shiitake. Je kan ze grillen, je kan ze op de barbecue doen. Een oesterzwam groeit eigenlijk in een soort kluit en normaal wordt die altijd weggegooid en die kluit daar laten wij dan nog snacks van maken. Bij die snacks dan denken we aan bitterballen en aan kroketten. We werken al een aantal jaren samen met Jacobs Douw Egberts en we halen twee keer per week daar koffie op en we brengen snacks weer terug die kant op voor de vrijdagmiddagborrel.